snap je. Ja. Nee, wat ontzettend fijn dat we bij je thuis mochten langskomen in deze gekke tijd. We hadden het natuurlijk al even over corona en hoe de wereld er nu uitziet. Je hebt net de Biesheuvelprijs gewonnen, er komt een kroonjaar aan, je wordt 75. Een kroonjaar in corona, ja. Een kroonjaar, ja, een coronajaar. Ja, het is kroon. Ja, nee, dat is waar. Ja, ja. Ja, alsof je het zo buiten niet. Nee, gelukkig niet. Nee. En die Biesheuvelprijs is natuurlijk zo fijn, dus die heb je gekregen. Er komt een omnibus aan met de drie laatste romans van je en een prachtig kattenboek. Dus het werd wel even tijd om je te interviewen, dacht ik. Nou, ik dacht dus wel van, ik krijg meer tijd, dus het zal meer uit mijn handen komen, maar dat is een beetje tegengevallen. Ja? Ja, ik vind wel dat het een beetje ook een voetsiejaar is. Je hebt, ja, we hebben heel veel mensen last van, hè, dat je denkt, oh, wat voor dag is het nou vandaag? Ja, en dat is waar. Het glijdt allemaal in elkaar en verder. En, ja, ik ben toch nog gelukkig zo geweest dat om een kleinzoon te kunnen zien en zo. Dus, en ja, eruit gaan en probeer zoveel mogelijk te bewegen. En gewoon, zoals altijd, bij voorkeur toch 's avonds, 's nachts werken. Ja, echt 's nachts. Ja. Nou, dan toch is het nog rustiger. Het is natuurlijk al rustig en ik woon ook heel stil. Precies, ja. Maar ja, dan slaapt ook iedereen. Dat is een groot voordeel. Ja, precies. Ja. Dus dan kom je echt beter uit je werk. Ja. Want daar was ik sowieso benieuwd naar. Je hebt nu... Je bent bijna 50 jaar schrijver. Ja, dat is heel raar. Want ik dacht, ja, mijn debuut kwam uit in 1972, maar ik leverde het in 1971 in. Precies. En in de paar jaar daarvoor had ik al her en der korte verhalen gepubliceerd. Dus, zijn ze toen ook al bij Propiaculus? Ja, dat was ik in 1970. Oh ja, ja. Ja, ze zijn eigenlijk laat met dit allemaal. Beetje laat. Ja. Nee. In ieder geval niet te laat. Nee, precies. Nee, dat scheelt. Nee. Ik herinner me wel dat ik vroeger wel eens interviews had. Ik zei, oh, ik kan niet anders dan met blauwe inkt schrijven. Nou, dat verandert allemaal. Ja. En ik heb wel meer van die uitspraken gedaan, maar het niet zozeer een ritueel. Mm-hmm. Als wel van, nee, ik zal altijd in de derde persoon schrijven. Oh, ja. Want dan kan je verbergen als schrijver. En ik wil ook niet zelf in het nieuws. Het gaat om het boek. Ja, ja, dat verandert door de tijd. En mensen, ja... Vaak staat de schrijver zelfs voor het boek, heb ik te doen. Ja. Maar ik ontdekte ook wel, eigenlijk is dat meer in de jaren 90 pas, dat ik zag dat je ook in de eerste persoon kunt schrijven. Dat je dan toch ook echt volstrekt fictie kunt schrijven. Precies. En dat je dan een andere benadering soms krijgt. Ja. Ja, je kan heel plezierig zijn. Ja, precies. Ja. En ik kan dan echt vanuit iemand die heel jong is schrijven, maar ook vanuit iemand die heel oud is schrijven. Ja, dus meneer Harry, echt iets zeggen. Ja, en dat is... Ja, ik heb zelfs een kinderboek, meneer Ratti, van een stokoude man. Ja. En ja, dat kan. Als je ouder, kijk, als je jong bent, dat was het gek toen ik debuteerde. Toen had ik als hoofdpersoon een man. Ja. En kreeg ik ook wat te horen. Hoe kan dat nou, dat een jonge man, dat hij in een man kan kruipen? Hoe weet ze nou wat het is als hij zich scheert? Ja, precies. Ja. Ja, soms wel. Jazeker, zeker. Je bent altijd tegelijkertijd, ook al doe je dat met distantie, al je personages. En al die personages hebben ook altijd wel een eigen toon. Ja. Hè? En dat is natuurlijk bij fictie heel sterk zo. Mm-hmm. En als je doet, neem de laatste drie romans bijvoorbeeld. In elk van die drie romans komt ook altijd wel iemand voor die behoorlijk asociaal is. Ja. Die zal toch anders spreken dan iemand die, die ergens aan lijkt. Of iemand die overal juist de humor van inziet. Precies, dus, En de taalgebruik is dan ook heel anders voor iemand die meer opgeleid is. Of zo. Dus dat weet je ook. Dat besef je voortdurend. Dus tegelijkertijd leef je mee met je personages. Ben je het ook ten dele, hoe fictief ze ook zijn. Maar je behoudt ook altijd de regie, dus je moet ook inderdaad die afstand ook weten te houden. En dat is natuurlijk bij fictie zo, maar als je non-fictie hebt, zoals bij dagboeken, dan ben je daar ineens zelf in betrokken. Dat is iets waarbij ik veel meer mijn tanden op elkaar moet zetten. Ja, want je moet dan
Dus zo wil je zelf zijn als ja, dat wil ik helemaal niet. Nee. Dus ik vind de buitenwereld sowieso alles erbuiten interessanter. Ja. En als het gaat om, ja, ik ben ook een beetje, nou, hoe moet ik dat noemen, allergisch voor ja, die hele teneur die je ziet van op zoek naar wie je bent, je identiteit en al dat vergroten van dat ik en zo met dit hele jargon erbij. Eeuw. Ja, dat is niks voor jou. Nee, dat is niks voor mij. Geef maar echt een verhaal. Precies. Een verhaal. Ja. En doe dat zo bondig mogelijk. Ja. Laat de lezer ook af en toe maar schrikken. Ja, of lachen. Precies. Of ja, misschien ontroerend raak, je weet het niet. Nee hoor, soms is het maar een kleinigheid waardoor je, waarmee je een heel verhaal kan uitbreiden. Dan komt de fantasie, die doet wat met dat kleine. Ik probeer iets uit en ik denk van, oh, dat heb ik ooit een keer gehoord van een tante, dat was zo bizar, zoiets. Wat kan ik daarmee doen met een volkomen ander personage? Ja. En dan begint het, als het ware, dan begint die verbeelding. Ja, ja. Zo gaat dat. Dus het hoeft soms maar een detail te zijn, maar het kan ook een belevenis zijn van jezelf, maar ook van een ander. En dat kan. Ja. Maar bij kinderboeken bijvoorbeeld is dat niet zo. Dan is er niet iets uit het werkelijke leven en dan gaat die verbeelding net zo zijn gang. Bizar, ja. Ja, dus als mensen denken van, ja, dat moet je hebben beleefd, want het is zo realistisch. Ja. Dan is dat niet zo. Het valt niet uit te leggen. Nee. Kennelijk wat het is als je... Als je min of meer in je werkkamer, als die helemaal bevolkt raakt met allerlei personages. Ja. Ik ken ze ook allemaal nog uit al mijn boeken, uit al die romans en verhalen. Ja. Dat echt waar, door je station, dat draag je nog steeds bij. Natuurlijk wel. Ja, dat wil je. Ik zie die vrouw nog. Een hele vieze vrouw in de restauratie die dan kroketten maakt van oud en nieuw. Ja. Omdat er vliegen en worden en zo zitten. Dus dat zit er vanzelf vlees in. Man, maar dat vind ik wel weer leuk als niet dieren eten. Dat ik lekker op die manier kan afwegen. Ja, dat snap ik wel. Wat goed. Ja. Uiteindelijk. Soms ligt hij als het ware klaar. Ja, dan begint het daarmee. Ja, dan begint het ermee. En soms, dan is het, vooral in het begin, kan het de hele tijd knoeien zijn. Ja. Of je hebt juist een heel vlot begin en dan ben je verder in een roman en denk je, ja, ik ben zo begonnen met zoveel stelligheid aan dat begin, maar ik weet nog wat er staat en het klopt niet meer. Oh nee, dan moet je daarom houd ik ook altijd alles binnen en laat nooit aan iemand iets lezen. Nee. Omdat ik onderwijl steeds verander. Ja. Dus ik zal... Niet alleen nooit iemand vertellen wat ik maak, maar ook nooit tussentijds iemand iets laten lezen. En dat is al die tijd als we al in 50 jaar. Ja. De kat is magisch. Ja. Een kat is magisch. Ja. Heeft zowel affectie als een eigen leven. Maakt me aan het lachen. Ja. En doet iets met mijn zintuigen. Ja. Ik heb een kat die niet veel miauwt, maar als ik hem even hoor, is het net weet wat hij zegt. Oh, ja. Het spinnen, dat spinnen van een kat, het is niet te vergelijken met een andere emotie die een dier kan hebben. De vacht aan je handen, het oogstrenende. Als ik mijn kat zo onder de lamp ziet zitten, dat is mooier dan een open haartje of zo. Ja. En dan die zachte pootjes, alle onderdelen zijn prachtig. Ja. En zoals het zich voegt en de maat van een kat, als een baby of zo. Alles eraan is prachtig en dan toch is er dat kleine wilde dier. Ja. En je stelt je wel eens voor hoe zou het zijn als een olifant miniatuur was. Oh, wat schattig. Ja, wat schattig. Maar zo'n kat is echt een miniatuur panter, links, prima. Ik vind honden ook aandoenlijk hoor. Tuurlijk, Nou, ik ken iemand die zelfs bij een koets zegt, dag poes. Nou, die neiging heb ik ook. Oh ja, dat snap ik. Ja, het klinkt een beetje alsof... Daar komt hij net. Oh, daar komt hij. Oeh, Boosie. Hey, Boosie. Hey. En dit is Boosie 2. Dit is Boosie 2. Hallo, meneer. Ja. Hallo. Snoepie. Hallo. Hey.